Wat doet u daar? Wij kweken rozen. Wij telen rondgrisanten. Ik kweek gerberas. Wij telen hier paprika's. Wij kweken hier kerststerren en hortensia's het hele jaar rond. Wat doen we hier? Chrysanthemen kweken. Wij telen hier op 3 hectare sinds 2008 vallende opties. Wij kweken Lysianthus. Wij kweken hier chrysanthemen. Ja, wij tillen aardbeien. Lekker in. De tuinders in de Bommelerwaard en Neerijnen hebben een mooi en spannend beroep. Hun daden komen voort uit pure passie en ze gaan onvoorwaardelijk voor hun producten. Maar wie zijn toch deze mensen? Wat doen ze achter al dat glas? En vooral, wat zijn hun motieven? In de Bommelerwaard en Neerijnen werken duizenden mensen in de glastuinbouw. Het economisch belang voor de regio loopt in de honderden miljoenen. Hoewel de kassen nog geen 2% van het totale oppervlakte beslaan, speelt de glastuinbouw een rol van betekenis. Een voorbeeld. De chrysantentelers in onze regio telen samen 1/3 van alle Nederlandse chrysanten. 85% van de producten wordt geëxporteerd. Op het gebied van energie en teeltechnieken werkt de glastuinbouw voortdurend aan innovatieve oplossingen. Aan de glastuinbouw zit nog veel meer bedrijvigheid vast. Wat u doet, lijkt me leuk werk. Lekker ouderwets. Nou, totaal niet. Wij hebben heel veel technieken waar wij rekening mee houden. En dat maakt het ondernemen en het kweken van jaar rond chrysanthemen ook juist erg leuk. Heel ouderwets? Nee, dat denken misschien heel veel mensen. Maar als je kijkt wat er vandaag de dag komt kijken om chrysanthemen te kweken, dat is hartstikke boeiend, hartstikke leuk en zeker niet ouderwets. Nee, dat is niet zo. Wij hebben een moderne kwekerij en het klimaat is computergestuurd. En we hebben een hoop faciliteiten en de mensen hebben een hoop machines tot beschikking om het werk makkelijker te maken. Het is van alles wat. Energiemanagement, personeel, met mensen omgaan, met verkoop. Het is enorm breed. Er is geen mooi beroep als chrysanthemen kweken. Niet doorvertellen, want anders gaat iedereen het doen. Zeg eens eerlijk, waarom doet u dit eigenlijk? Het is leuk, afwisselend werk. Lekker het hele jaar door. Ik ben vroeger bij mijn vader in bedrijf in de paprika's begonnen. En toen ben ik zelf een kwekerij begonnen met paprika's te kweken. Het is gewoon een heel mooi beroep om te doen. Mijn passie was vanaf de kleuterschool al bloemen kweken. Mijn vader was eerst rozenkweker en dat hebben mijn broer en ik overgenomen. Het is een manier van leven. Interessant, maar u zit toch niet dag en nacht in de kas? Nee, ik heb ook mijn hobby's en ik doe ook nog daarnaast vrijwilligerswerk voor de kerk. Het is geen dag en nacht werk. We zetten ons wel voor 100% in het bedrijf, maar naast mijn bedrijf heb ik ook een hondenhobby in het trainen van politiehonden. Dat werpt een heel ander licht op de zaak. Over licht gesproken, hoe zit dat nou met die verlichting in uw kassen? Wij belichten 12 uur op een dag en 's avonds gaat het scherm dicht. Nou, met de verlichting zorgen wij dat wij binnen de wettelijke normen blijven. Als het gaat om elektriciteit hebben u en uw collega's een stroom van goede ideeën. Klopt dat? Ja, wij hebben een motor die verbruikt gas en de warmte die vrijkomt, die wordt gebruikt in de kwekerij. We belichten hier met 3,2 megawatt. We maken zelf 2 megawatt stroom en we leveren terug aan het net en we gebruiken ook de CO2 weer. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk energie te besparen. Uniek aan deze kas is dat er diffuusglas op ligt. Daarmee kunnen we meer groei creëren of minder energie verbruiken. Maar uiteindelijk, de energie per eenheid product gaat omlaag.
omdat we meer licht binnenkrijgen. Hoe transparant is uw kas als het gaat om personeel? We werken hier met Nederlandse en Poolse medewerkers en daarnaast maken we ook gebruik van een grote groep scholieren. Nou, ik heb hier Nederlandse mensen en ik heb Poolse mensen, die werken heel goed samen en zorgen allemaal volgens CO lasttuinbouw betaald. We maken gebruik van een stuk of 4 parttimers hier uit het dorp. En in de piek in het voorjaar dan maken we gebruik van Poolse mensen die hier al een paar jaar komen. U kunt niet ontkennen dat het zwaar werken is in de kas. Het is leuk om in de Gerberas te werken. Uiteraard is het ook wel aanpoten op zijn tijd. Zeker in drukke periodes met bloemenfeestdagen en dergelijke. We maken hier veel uren en dat doen we met veel plezier. Er moet bij ons dus wel doorgewerkt worden, maar het is niet zwaar. De mensen die hier werken, die werken hier met plezier. Maar ik kan niet ontkennen dat ze s'avonds moeier naar huis gaan als ze 's morgens gekomen zijn. Maar ik vind dat een heel gezonde zaak. Het is niet zwaar als ondernemer, maar we moeten wel een verantwoording nemen voor de toekomst. Wij moeten ook meegroeien om toch wel economisch rendabel te blijven.